Hallo, welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Woehoe! Wij zijn bij Niels, zoals je kunt zien. Deze vlog gaat eigenlijk verder op de dag van gisteren. Het is de volgende dag. De vlog die maandag. Nee, wow. Welke dag zijn we? Vrijdag. Dus vrijdag is er een vlog geweest en dit is de dag hierna. En ik wil even vloggen, want we hebben van alles gekocht bij de casa voor een Niels zijn appartement te zetten. Super cute items. Bij mij was er geen plaats meer, dus we gaan die hier zetten. Totdat we misschien samen gaan wonen of zo, dat zullen we zien. En ja, ik wou die gewoon even tonen. Hè. Niels heeft trouwens bloemetjes voor mij meegebracht. Een orchidee en een... Dat is een chrysant. Waar is dat chrysant dan toch niet? Nee, ik weet het niet. Dat is zo begraafd. Jawel. Ja. Ja, ik denk het. Ik denk het wel, ik weet het niet. Maar dat is al sinds we op dit wandrekje te zetten wat we daar gaan zetten. Ik krijg het niet in elkaar, dus Niels gaat het proberen. Maar daar staat niks op van die gaten, toch? Helemaal niks. Dus ik weet het niet. Oké, het is gelukt, hè. Een beetje olie gebruikt om dat beter te doen schuiven. En nu staat het ineen. Woehoe! Zeteltafel! Eten in de zetel! Woep woep! Ik moet hem niet hier zetten. Dan kan ik hier daar gaan zitten. Ja, pak hem op. Zet hem maar erin. Laat hem maar aanstaan. Wat begint je? Laat hem erin, hè? Ja. Ja. Oei, 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 oei. Ik denk dat het zo van die pinboosjes zijn. Ik heb dat toch? Ik heb dat twee. Maar ik wil deze op de omhoog gaan, dat is leuk. Ik heb nog gewoon een stap op. Is dat niet vastgehouden om met je hart te draaien? Zo sterk bijna. Zes Jesus, goed vast hè? Die is goed hè? Ik heb de hekken zetten. Hè? En we hebben het in elkaar gezet. Er staat nog niet echt heel veel op, maar we hebben dit er even opgezet. Het is wel cute, hè? Ik heb je een plaats, hè? Oh, jawel, hierboven. Ja, dat moet een diepe kast zijn, hè? Ja, maar je kunt dat leggen, toch? Of naast elkaar, ja. Je kunt toch dat leggen? Zo, ja. Goed zo. Goed zo, schatje. Hey, bedankt. Dat het harde werk voorbij is van alles in elkaar te zetten. Ik ga neusstripmaskertjes doen. Ik heb Niels overtuigd om mee te doen. Woehoe. Dus we gaan de May Beauty Pore Strip with Charcoal doen. Removes blackheads. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat zijn. Leuk hè? Overtuigd, verpleeg. Zo moet dat. We gaan eerst onze neus nat maken. Kijk, zo zien de strips eruit. Amai, dat zijn er keiveel. Dat zijn veel, ja. 12, oh ja. Zo ziet deze kant eruit en de binnenkant is zwart. Ik ben heel benieuwd. Spannend! Maar ik eerst eens kijken als je veel mee eters hebt. Eigenlijk savat, denk ik. Ja, zeker. Je doet dat elke week, hè? Nu maar. Maar ik heb er wel redelijk veel. Oké, dit is mijn neus. Ik heb hier wel ook zo wat littekentjes. Maar ik heb wel redelijk wat meeeters. Ik weet niet of je het ziet op camera. En Niels zijn neus.
Dat is Niels zijn neus. Ik heb dat wel niet heel veel. Het valt goed mee. Alleen zo wel aan die zijkantjes. Ik weet niet of jullie dat zien. Daar. Okay, eerst moeten we onze neus goed nat maken. Dus steek gewoon je neus even onder de kraan. Oh, onder de kraan? Ja. Oké. Okay. Moet dat droog dippen? Nee. Oké. Okay. Alsjeblieft. Nu gaan we dat eraf halen en de zwarte kant op onze neus plakken. O ja, dat zuigt zo aan, precies een einde. Ja. Had je een neus te goed doen? Oh, je hebt dat fout gedaan. Ja. Ja. Oei. Je hebt dat dingetje naar boven gedaan. Ja, dat is een waste van een strip, hè. Kom, ik zal het doen. Maak je neus goed nat. Krijg je naam. Tadaa. Die slager. Zo'n bokser. Ja. Nee, precies zo'n bokser. Nu weet nog zo'n streken. Ja, echt waar. Nu gaan we dat 30 tot 40 minuten laten zitten. En dan komen we terug bij jullie. Ben ik benieuwd. Ja, zo. Ondertussen is Niels zijn nieuwe broek aan het passen. Hè? Pas. Het is mooi zo. Het is tijd om onze neusplakkers eraf te doen. Oké. Okay. Moet ik u me eraf doen of gaat je dat zelf doen? Doe maar. Look. Hey. My. Is je al die mee? Oh ja. Oh ja. We gaan nu weer gelijk, hè? Dat is uwe. Oei, 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 ik ga wel lief, hè. Oeh. Toch minder als u? Nee. Jawel. Hou jou echt wel minder als u, hè? Doe me dat. Oké, dat is Niels zijn. En je ziet hier al die witte puntjes. Het zijn allemaal mee-eters die uit zijn neus zijn gekomen. Hier vooral de zijkanten. En dit is mijn. Ça va toch? Nog erger, daar ik zie dat. Ja, het is wel smerig. Maar het is eruit, hè? Wauw. Ik ben heel benieuwd hoe onze neus eruit gaat zien. Okay, mijn neus ziet wel een beetje rood nu, maar dat is normaal. Maar ik zie wel echt. Hier vooral veel minder zwarte punten. Wauw. Woehoe. Dit is Niels zijn neus. Ja, maar ik zie dat wel zo. Er is echt veel uitgekomen. En hier. Oh, dan ben je toch mee, hè? Dat denk jij. Woehoe, clean neus. Geen mee-eters meer. Woep, woep. Yes! Mochten jullie zelf heel graag deze pore strips eens willen testen, alleen of met uw liefjes zoals ik heb gedaan, het is wel heel fijn om het samen te doen, dan heb ik een kortingscode voor jullie. De kortingscode zet ik hier en ook nog eens beneden in de beschrijving. En er staat ook een rechtstreekse link naar het product in de beschrijving. Dus dat kunnen jullie daar allemaal terugvinden en dan krijgen jullie 30% korting. En nu we zuivere neusjes hebben, gaan we eten bestellen denk ik vandaag. Het is vrijdagavond, dus we gaan bij Volt denk ik iets bestellen om te eten. Yummy! Oké, mannetjes, het is de volgende dag en het is gebeurd, hè. Maggie, ik heb ze al weggegooid, maar Maggie is heen gegaan van ons. Zo lang duurde het.
Maggie was gewoon helemaal dood. Helemaal verwelkt, verslenst. Ik heb me gewoon aan het waterschema gehouden op de app. Maar Maggie heeft het niet overleefd. Dus one down. En hoeveel planten heb ik nu nog? 1, 2, 3, 4. 4 to go. Hopelijk blijven die wel leven. Plus, je ziet misschien dat mijn haren kort zijn. Komt in de volgende vlog. Oké, we zijn een paar uren later ondertussen. Ik ben 90 Days Fiancé aan het kijken. Echt, als je nog niet hebt gekeken op TLC, het is echt het beste ooit. Echt, je lacht je eigen ziek. Het is zo goed, ik vind het echt heel fijn om te kijken. Ik heb ook Niels al mee in seizoen 4, kijken we samen. Maar nu ben ik Happily Ever After aan het kijken, dus dat is een ander thema seizoen ervan. En ondertussen ben ik aan het monteren. En zo zal de rest van mijn dag er nog uitzien, denk ik. Het is 3:15. Oh, oké. Okay. Zaterdag. Na Niels is werken bij zijn papa in de tuin. En ik denk het enige wat ik vandaag nog ga doen buiten zo wat werken is een live straks met Wouter en Mo van Where At. Dus ja, ik zou zeggen als jullie erbij willen zijn. Maar deze vlog komt later. Maar ik ga alleszins hier de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En ik zie jullie snel weer. Doei!